rond 9 vanmorgen. In het buurthuis in Sandbeek, waar Emiel Roemer gaat stemmen, is al heel wat pers. En daar is niet iedereen even blij mee. Mevrouw, wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Daar weet ik dus niks van. Bent u zwevende kiezer? Weet u het al, mevrouw? Ja, dat weet ik. Maar dat is geheim. En wat is het geworden? Ja, daar gaat u niks aan. Godverdomme. Omdat uw meester er moet stemmen, komt ook een school uit de buurt even een kijkje nemen. Op wie zou jij stemmen als je mag stemmen? ASP. De ASP. En waar staat dat voor? Dat weet ik niet. Nog meer mensen op de ASP? Wat? Ga jij op de ASP stemmen ook? Ja. En jij? Ja, ik wel. ASP stoppen? En ik vind het top om op televisie te zijn. Het lijkt wel of iedereen in Sandbeek en omstreken mysterieus doet over zijn stemgedrag. Meester, meester, op wie heeft u gestemd? Dat mag ik niet zeggen. Of dat mag ik wel zeggen, maar dat doe ik niet. Ik zeg geheim? Een beetje, nou, geheim, maar wel een beetje privé. Schaamt zich toch niet? Nee, nee, helemaal niet. Journalisten breken zich ondertussen het hoofd over die ene originele vraag aan de SP-leider. Wat wordt de eerste vraag aan Roemer? Wat heeft u gestemd, meneer Roemer? Ja. Heeft u op uzelf gestemd? Heeft u op de nummer 2 gestemd? Op de nummer 3? Een hele originele vraag. Ja, hè? Ja. Ja, ik moet nog even nadenken. Heb jij een originele vraag in de aanbieding? Nee, niet meer. Nee. Moeilijk, hè? Even wakker worden. Omdat ook wij na 3 weken verkiezingsstrijd creatief een beetje leeg zijn, vragen we via Twitter om raad. Tja, je moet er maar op komen. Wat zeg je? Gaat het worden? Oh, dat zei ik niet. Schuim? Ja, dat is een geheim, ja. Wat gaat het worden, mevrouw? Zegt u? Wat gaat het worden? Dat houd ik voor mezelf. Ja, dat komt ie. Een beetje afstand bewaren, ook de heer Roemer zijn stem goed kan uitbrengen. Ja, wat is geworden? Nou, ik zat vreselijk te twijfelen. Nou, daar gaat hij dan. Op naar een mooie uitslag. Is er nog een originele vraag te stellen aan u? Ja, dat is een hele goeie. Volgens mij worden jullie daarvoor betaald, niet ik. Heeft u nou strategisch op de PvdA gestemd? Ik denk dat heel veel PvdA'ers strategisch op de SP stemmen, want dan weet je dat je stem links blijft. Gaat u de campagne missen? Als kiespijn bedoel je? De rust is weer gekeerd, hè? Gelukkig wel. Het is even hectisch geweest met het grote aantal pers en de school, de klas. Even uithijgen. Even uithijgen. Ik denk voor degenen die achter de tafels hebben gezeten dat het wat heftiger is geweest. Ik heb alleen even gekeken en de orde bewaakt, zoals dat zo mooi heet. Hè? Op wie stemt u eigenlijk als voorzitter? Daar laat ik me niet over uit, want ik vind als voorzitter van de stembureau ook alweer geheim. Dat helemaal niet kenbaar moet maken en ook niet op enige wijze een politieke kleur moet laten zien. Toch een beetje VVD-bloesje hoor. Nou, u lokt mij uit, maar ik ga er niet op in.